You get a check. What's the number? Oh my, it's a big number, 7,250 euros. That's a lot. That's a lot. Yeah. All for what, Toto? Why are you in Holland? We're in Holland, first of all, to share the love of Jesus. The children share their stories and talk about how far God has brought them, how far He has brought them. But also, we come to Holland to share the Watoto story and also invite people to come and partner with us back in Uganda. What is the story of Toto? Watoto is an organization, but also a church back in Uganda that has so far rescued over 5,000 orphan children due to war and disease for the last 25 years. And we look after children that don't have their parents, that are in despair and need of help, and we give them a future. Hoe vind jij dat het Toto hier is? Leuk. Dus je vindt wel leuk klasgenootjes? Ja. En spreek jij ook Engels? Ja, ik praat wel een beetje Engels, maar ja, ik vind het wel, sommige woordjes die kan ik niet, dus dan vraag ik het soms ook wel aan iemand anders. Maar het is wel heel spannend. Ja. What's your name? Rihanna. Rihanna. Luister eens even, jongens. Je zorgt ervoor dat je allemaal, Mark, dat je allemaal een touwtje hebt die je er doorheen kan doen. Dus je hebt zometeen 3 rietjes, korte rietjes, met een touwtje daardoorheen. Je hebt een aantal kinderen van Watoto hier in de klas zitten. Nou geef je ze met z'n allen een opdracht. Wat gaan ze hier maken? Ze gaan armbandjes maken. Dus. En hoe kun je dat in kort uitleggen hoe ze dat moeten doen? Ja, ze hebben allemaal rietjes gekregen en die moeten ze aan elkaar vastbinden. Daar gaan touwtjes doorheen en dan gaan ze het weven. Dus de touwtjes gaan een beetje doorheen, dus zoals ze het ook waarschijnlijk in Oeganda doen. Ze mogen allemaal verschillende kleurtjes pakken, vooral de leuke felle kleurtjes. Want ik vind het mooi om de cultuur van Oeganda en de cultuur van Nederland, om dat een beetje samen te brengen. Hoe heet jij? Maddie. En hoe vind jij dat ze er zijn? Ja, je ziet heel leuk, maar je ziet ze ook eerst in een videoclip en dan zie je ze nou opeens in het echt. Dus dat is ook wel een beetje spannend. Hi. Hi. What's your name? Patience. And do you like it here at school? Yes. What do you have to make? A flag. Flag. Do you like it with the other Dutch girls here? Yes. And can you understand them? Yes. Yes? Yes. Ja. Wat voor vlag ben je aan het tekenen? Ik ben een vlag, de Oegandese vlag aan het tekenen. Hoe is het voor jou om ze in de klas te hebben? Leuk. En nou hoor ik dat jij Engels spreekt. Ja, ik heb een Afrikaanse moeder. Ja, en die komt helemaal uit Nigeria. Dus daarom spreek ik zo vloeiend. Dus jij kunt heel makkelijk met ze praten? Ja. En dat vindt ze volgens mij wel erg gezellig, of niet? Ja, denk ik. Hallo, what's your name? Maxwell. Maxwell, do you know the game you're playing? No. Something new? Yes. Okay. Yes. And do you like it? Yeah. It's called quartet. We will go. Yeah. What does it mean? It means that we will go everywhere God takes us. If He takes us somewhere else, we have to stay. We can do it, and then we have to go. And it is a song from you? Yeah. Will you sing it later? Yeah. And all the Dutch boys, are they nice? Yeah. The tour is 6 months, and we started from the UK, and 1 month here in Netherlands. So we felt so welcome. The love that has been shown to us, it's incredible. It's incredible.
Yeah. And the children have lots of fun? Oh yes, soon they'll be coming out to play with all the children, and they're looking forward to that. A very, very warm welcome to you. We are so happy to have you here, and we're looking forward to a great performance. Some of us have seen you earlier, and we were very enthusiastic about it, so I think it's going to be just great. Zullen we ze even een heel groot applaus geven? Called Border Border. Everyone say Border Border. Border Border. Border Border is a motorbike in Uganda. Are you ready? Are you ready? Alright, one, two, here we go. Border, border, and then kick and kick. Border, come on, border, and kick. Good job, good job. Border.
children, one more time. On behalf of Watoto, we want to say big, big thank you to Timotheus School for supporting the work that Watoto is doing back in Africa. And we want to say may God richly bless you. Thank you. May God richly bless you. Thank you.